De regering maakt zich sterk dat ze goed op onze centen past. Ondanks een tekort van bijna 4 miljard zal het de volgende jaren helemaal goed komen. Hoe dat mogelijk is, mag minister Diependalen zelf eens komen uitleggen in onze studio. Welkom, Matthias Diependalen, minister van Financiën en Begroting. En niet toevallig dat we u nu vragen, want het is uw moment suprême van het werkjaar, denk ik. Zou je het wel kunnen zeggen, ja. Eerst en vooral, ik hou van het debat en nu voeren we 2 dagen debat. Ja, want dat is een serieus debat, hè. Dat duurt lange uren. Absoluut. Parlementsleden mogen zelfs op hotel gaan als het wat uit de hand begint te lopen en zo. Het wordt ook zeer laat. We beginnen terug vroeg in de ochtend. Maar ik vind dat dat is de essentie van onze democratie. Dus laat ons daar ook de tijd voor nemen. Laat ons dat debat ook omarmen. Ik doe het zelf ook zeer graag en het is altijd zeer leerrijk. En dat maakt het inderdaad een beetje een hoogdag. Ja, het is ook aan u te zien, denk ik. Nochtans denken vele mensen, begrotingen, saaie boel, ik versta daar niks van, dat zijn cijfertjes. Het tegendeel is waar. Ik denk dat net dit debat aantoont dat hier in de begroting de fundamentele keuzes gemaakt worden. Wat vinden wij als samenleving belangrijk om extra op in te zetten en van waar moeten die centen dan gaan komen? Dat is eigenlijk het kerntakendebat dat we elk jaar voeren. Om die begroting op te stellen, moeten we gaan kiezen. We hebben een beperkt aantal middelen. Waar zetten we die op in? Welke noden zijn voor ons het belangrijkste om op in te zetten? Dus dat is eigenlijk een heel belangrijk debat, als je het mij vraagt. En u bent dan de behoeder van de Vlaamse schatkist, uiteraard. Want, ja, dat is het punt natuurlijk, wij belastingbetalers, wij geven heel wat geld aan die overheid en dat moet nu zo goed mogelijk besteed worden. Bent u daar 100% zeker van? Ja, het is niet zo dat ik zelf mag bepalen waar het geld naartoe gaat. Dat is natuurlijk, een discussie die binnen de meerderheid gevoerd wordt. En dan heb je verschillende ministers die binnen hun beleidsdomein vinden dat de zaken belangrijker zijn dan de andere. Maar daar gaat het debat dan over. En dus in die zin zou ik persoonlijk natuurlijk ook wel andere keuzes maken. Maar dat is het coalitiesysteem waar wij in zitten en waar ik ook in geloof. Ja. Nu, het is vooral mijn taak om te zorgen dat de totaliteit van die begroting klopt. Dat we ook binnen de marges blijven, dat we eigenlijk niet meer uitgeven dan we binnenkrijgen. Zeker op lange termijn. Hè. We hebben zware tijden gekend door corona, de Oekraïne-crisis, de energiecrisis. Ja, grote facturen. Dus dat we inderdaad terug naar een gezond financieel beleid gaan. Want u doet dat ook niet alleen. U hebt een paar serieuze toezichthouders die over uw schouder meekijken. Dus u kunt zich eigenlijk geen zotternijen permitteren. Hè? Nee, inderdaad. En dat is een beetje jammer. Ik versta heel goed dat het debat met de oppositie gevoerd wordt van kijk, wij vinden dit veel belangrijker, willen daar meer geld. Dat is een legitiem politiek debat. Maar het jammer is dat men ook probeert van u rekent zich rijk en er zit lucht in die begroting. Ja, dat zat u dwars. Hè? Dat absoluut, want dat is helemaal niet waar. En ook die externe toezichthouders bevestigen dat ook, dat dat niet het geval is. Dus verspil daar geen tijd aan. Ja, want u heeft bijna aan een aantal mensen van de oppositie verweten dat ze eigenlijk, om het in PISA-termen te zeggen, onder de norm van wiskunde zaten. Ja, inderdaad. Maar er was dan één iemand die vond dat hij de vergelijking moest, of zij de vergelijking moest maken met de andere regio's, Wallonië en Brussel. En die zei van ja, onze schuld is meer gestegen. Ja, procentueel zou je dat kunnen zeggen, maar dat is natuurlijk omdat wij aan veel minder begonnen zijn. Ja. Als je allebei 1 miljard stijgt, maar wij vertrekken van op 10 miljard, dan is dat 10%. Maar als je van op 100 miljard, dan is het maar 1%. Uiteraard. Ja, procentueel zijn we dan meer gestegen. Ja. Maar wij zijn van 10 naar 11 gegaan, de andere van 100 naar 101. Dus dat is een puur wiskundig, totaal foute argumentatie die ik inderdaad ook heb. Maar dat is in het debat ook wel al naar voren gekomen. Het is nog volop bezig natuurlijk. Vlaanderen doet het blijkbaar veel beter dan Brussel zeker en Wallonië ook. Absoluut, om federaal er nog buiten te laten. Absoluut, ja. En dat is eigenlijk een traditie die wij in Vlaanderen al heel lang hebben. Al verschillende decennia, dus ook al met verschillende partijen. Dat wordt ook erkend door internationale financiële markten. Ja, want ik zag u gisteren met een paar goede rapporten zwaaien, denk ik. Ja, inderdaad. Dat is onder andere Moody's. Dat is zo een van die internationale kredietagentschappen die ons een score geven voor onze kredietwaardigheid. En die schrijven uitdrukkelijk dat Vlaanderen gekend is voor zijn goed bestuur en management. Ik denk dat we daar mogen mee uitpakken. Dat is inderdaad eigenlijk één ijzeren logica die we volgen. En dat is van, kijk, we hebben een crisis doorgemaakt. Dat is inderdaad een lastige moment. Dus ik ontken ook niet dat die schuld gestegen is. Maar daarna nemen we maatregelen om terug te sturen richting dat financieel beleid. 2027, dat blijft een baken. Ja. En u blijft ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Absoluut, ja. En dat wordt ook zo erkend als die inflatie gelijk blijft. Als die economische groei gelijk blijft. En we gaan niet meer uitgeven op dit of dat. Nee, of niet meer maar of minder inkomsten. Keer al
als natuurlijk. Maar dat is natuurlijk, niemand kan in de toekomst kijken. Dus we moeten het doen met de cijfers die we vandaag krijgen van het planbureau. Zij maken een projectie, wij baseren onze begroting daarop. Maar dat is natuurlijk de evidentie zelf. Als er morgen opnieuw een grote crisis uitbreekt, wat dan ook, hè, gezondheids-, kapitaalcrisis, sociaal-economisch of wat dan ook, dan moet je bijsturen. Maar het is dat wat dat kredietagentschap erkent. Mm-hmm. Als zo'n crisis zich voordoet, heeft Vlaanderen altijd bijgestuurd. Ja. Daarom hecht men veel vertrouwen aan ons. We weten natuurlijk van lang geleden de grote financiële crisissen, de jaren 2008-2009. Die ratingbureaus, als die met hun knipperlichten beginnen, dan voelen we dat natuurlijk. Hè? Absoluut, en het is zelfs zo lang niet geleden. Hè. Anderhalf jaar geleden is daar nog een Britse premier moeten voor opstappen. Hè. Die had dan ook een fiscale hervorming die plotseling heel veel ongerustheid. Die kredietagentschappen zijn daarop gesprongen en die financiële markten hebben direct gezorgd dat er een grote paniek uitgebroken is in Groot-Brittannië. Dus maar daar mogen wij wel zeker van zijn. Zover of gaat het hier niet komen? Nee, natuurlijk. In Vlaanderen zeker niet. Absoluut niet. Dat is wel natuurlijk wat de vrees waar dat we federaal mee zitten. Ja. Hè. Vroeg of laat gaan die hun oog op België laten vallen. Ja, want daar zwieren de tientallen miljarden gewoon in het rond natuurlijk. Inderdaad, daar zitten we in heel moeilijke papieren. Bekijken. Zeker omdat het vooruitzicht daar ook alleen maar slechter is. En dat is in Vlaanderen absoluut niet het geval. Wij keren terug naar een evenwicht. Dus dan kunnen we maar hopen dat de N-VA de volgende keer in die federale regering mee zit om dat allemaal op orde te zetten. Dat is inderdaad de bedoeling om daarmee onze schouders te mogen onderzetten. Ja. Ja, misschien meteen even doorsteken, want politiek wordt het ook een heel interessant jaar, want u gaat de lijst trekken in Oost-Vlaanderen. Ja, inderdaad. Het is met heel veel trots dat we dat mogen doen. Ik denk ook dat we als N-VA echt wel mogen beogen of terugkijken op een heel stevig begrotings- en legislatuur zijn totaliteit eigenlijk. Mm-hmm. Weet u, ik denk dat verkiezingen gaan altijd over het winnen van vertrouwen. Mm-hmm. En dat betekent dat je naar mensen toe, naar kiezers toe, de waarheid moet spreken. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook betekent dat we af en toe de zaken moeten benoemen zoals ze zijn. Ook en dat al is horen niet de mensen altijd... dat niet altijd even graag. Nee, inderdaad, maar dan moeten we dat ook kunnen uitleggen. En bijvoorbeeld een begrotingsverhaal, en dat is mijn verhaal geweest, is niet altijd gemakkelijk. Dat is niet altijd wat mensen willen horen. Het is niet altijd een verhaal van de bomen reiken tot in de hemel en we kunnen overal geld aangeven. De strenge boekhouder natuurlijk. Ja, dat is inderdaad ook soms een besparingsverhaal, dat is een hervormingsverhaal. En dat is eigenlijk vooral een verhaal om mensen te motiveren om samen die hervorming door te maken. Om samen die ambitie die we met Vlaanderen voorop hebben om een sterke economie te zijn, om daarvoor te gaan. Voor de partij in het algemeen denk ik, in het verleden was het alsof de bomen tot in de hemel groeiden, maar nu wordt het niet met... Twee vingers in de neus, denk ik, hè, die campagne. Nee, inderdaad, maar je ziet wel dat er in dat politieke debat een paar mensen zijn die voortdurend de mensen zand in de ogen strooien en een beetje een stroop aan de baard. En dat is waar ik een tegengewicht wil aanbieden. Okay. Laat ons ernstig aan politiek doen, laat ons eerlijk zijn naar die burger. En dat betekent ook soms moeilijke boodschappen. En niet alles is opgelost met een vingerknip. En al zeker niet met een middelvinger. Wat we nodig hebben is een helpende hand, geen middelvinger. Ja, knippen met de vingers. Wat mij opviel is, in tegenstelling tot de vorige campagne, N-VA stuurt nu geen uitdrukkelijke kandidaat minister-president naar voren. Dat leek mij een beetje een vernedering voor Jan Bon op het eerste gezicht. Maar dat denk ik niet. Jan gaat zeker zijn beleid verdedigen. Ik denk dat we daar ook... Hij heeft schitterend werk gedaan de laatste jaren. Er is geen enkel dossier, zelfs niet het zwaarste dossier, wat we al 15 à 20 jaar meesleuren, dat hij niet heeft afgerond. Drie crisis, een bindende begroting in evenwicht. Dus ik denk dat we echt wel met die Vlaamse regering en met onze rol als N-VA daarbinnen kunnen terugkijken op een heel positief verhaal. En Jan kan hem met verve verdedigen. Ja. Het voordeel is natuurlijk dat men geen kandidaat naar voren schuift, dat dan de bal wel eens in uw kamp zou kunnen rollen. En ik denk dat u dan ook geen nee zou zeggen. Maar ik denk dat we daar het antwoord van de kiezer moeten afwachten. Hè. Wij merken natuurlijk ook wel heel veel boosheid bij die kiezer omwille van de situatie waar we vandaag in zitten. En dan denk ik dat we in alle nederigheid die verkiezingen moeten afwachten. En dan zien we wel wat er daarna gebeurt. Maar vooral, u zou geen nee zeggen? Ik denk dat vooral de belangrijkste boodschap is, ik wil op een ernstige manier degelijk besturen. Een middelvinger helpt daar niet bij. Dus die boosheid begrijp ik, maar die helpt ons niet. Ja, we zullen wel zien waar de bal rolt. Ik kan u dan misschien aan het einde van toch een rustige kerstvakantie toewensen. Ik moet verhuizen, dus ik heb een heel drukke kerstvakantie voor de boek. Dan hoop ik dat er een mooie boom dan in dat nieuwe huis komt en dat allemaal goed afloopt. Bedankt voor het gesprek, Matthias Diependaal. Graag gedaan.